schijnbaar even wat extra licht bij zitten. Ik heb klaar. Beetje miserig weer, maar het past wel bij deze avond. Ja, toch wel een beetje weemoed, een beetje miser. Fijn dat er ook zo'n volle zaal is. Ik denk dat u dat als vertrekkende raad ook verdient. Wij beginnen de avond zoals gebruikelijk met even een moment van inkeer voor iedereen. Wilt u staan? Dank u zeer. Dan meld ik even dat er één plek in de raad natuurlijk leeg is, omdat wij op het ogenblik één raadslid minder hebben, de heer Bruil, vanwege verhuizing, dat weet u, denk allen. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat hij niet welkom is. Misschien kan ik wel haast zeggen, hij is de eregast op de tribune dan. En zo'n eregast in ons midden natuurlijk, dat hij wel bij punt 5 zometeen verzocht wordt, wel even op zijn plekje weer te gaan zitten bij het echte afscheid van de raad. Maar formeel is hij nu geen raadslid meer. Kiezer heeft gesproken natuurlijk vorige week. Er zijn 21 mensen die volgens de kieswet en de uitgebrachte stemmen zeg maar gekozen zijn. Maar om hen te kunnen installeren moet eerst even gekeken worden of zij aan alle wettelijke eisen voldoen. En daar hebben wij een commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven voor aangesteld. Geloofsbrieven, dat zijn een oude term natuurlijk voor in wezen de bewijzen van je aanstelling. Zoals een ambassadeur dat ook heeft. En ik geef daartoe het woord aan mevrouw Noorman, die voorzitter van die commissie is. Gaat u gang. Van 20 februari jongstleden, de commissie geloofsbrieven ingesteld, bestaande uit de leden, de heren Bruil, Termaat en mijzelf, mevrouw Noorman. Die Bulsing is aangewezen als plaatsvervangend lid. Door de verhuizing van de heer Bruil naar de gemeente Oude IJsselstreek kon hij geen lid meer zijn van deze commissie en heeft de heer Bulsing zijn plaats ingenomen. De commissie geloofsbrieven is gisteren bijeen geweest, ondersteund en begeleid door mevrouw Smit en de heer Viering van de Griffie. Op basis van de door het Centraal Stembureau opgemaakte procesverbaal en de processenverbaal van de diverse stembureaus is ons gebleken dat de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart jongstleden rechtmatig hebben plaatsgevonden. De commissie geloofsbrieven concludeert dat de organisatie en het verloop van de verkiezingen op een wettige wijze hebben plaatsgevonden. Gisteren heeft de commissie eveneens de geloofsbrieven van de 21 kandidaat-raadsleden onderzocht. De ingediende geloofsbrieven zijn getoetst aan de gemeentewet. De commissie had een vraag over een nevenfunctie van de heer Van der Graaf. In de geloofsbrief heeft betrokkenen aangegeven dat hij lid is van de lokale actiegroep Leader Achterhoek voor de gemeente Aalten. Hierover heeft een gesprek met betrokkenen plaatsgevonden. Naar aanleiding hiervan heeft de heer Van der Graaf aan de commissie kenbaar gemaakt dat hij zijn werkzaamheden voor de lokale actiegroep Leader Achterhoek beëindigt. In algemene zin wil de commissie de raad aan de vooravond van de nieuwe raadsperiode wijzen op het belang van integriteit. Integriteit is niet alleen een kwestie van regels, maar ziet ook op de onderlinge omgangsvormen. Het is een grondhouding, een kwestie van mentaliteit, iets waar je aan kunt werken en waar je in kunt groeien. De cultuur van raad en college moet er een zijn van openheid, waarin men elkaar aanspreekt op gedrag en handelen. Wanneer men in deze mentaliteit in acht neemt, zullen raadsleden op momenten dat er onderwerpen in de raad aan de orde komen waar zij mogelijk op een of andere wijze bij betrokken zijn, hier uiterst terughoudend mee om moeten zien te gaan om alle schijn van belangenverstrengeling te voorkomen. Raadsleden toe te laten tot de gemeenteraad. En ik ga ze nu even bij naam en partij noemen. Dat is voor het CDA. Mevrouw van Altstede en de heren Assink, Diersen, Van Genen, Mateman en Smit. Voor gemeentebelangen. Mevrouw Rensink-Althoff en de heren Van den Berg, Grotes, Rijks en Walter. Voor de VVD de heren Hartemink, Navis en Veldhuizen.
voor de progressieve partij, mevrouw Diepenbroek en de heren Wevers en Wikkerink. Voor D66, mevrouw Brezet en de heer Van der Graaf. Voor de ChristenUnie, de heer Pennings. Voor Henk Meerdink, volksvertegenwoordiging, de heer Meerdink. Ik dank u. Namens de commissie geloofsbrieven, de voorzitter. Misschien goed even te blijven staan. Zijn er vragen naar aanleiding van deze verklaring? Nee? Nou, dan dank ik de commissie voor het gedane werk. Dan constateer ik, of dan doe ik hiermee het voorstel dat formeel horen daar een besluit over te nemen. Dus om hiermee de uitslag voor definitief te verklaren en geldig. En daarmee ook deze 21 mensen te benoemen, te installeren nu als raadslid. Kunt u daar allemaal mee instemmen? Nou, dat mag geapprovoceerd worden. Dus dan, We hebben weer een nieuwe volksvertegenwoordiging gekozen. Dus dat is toch een mooi moment. Dan wil ik de heer Breil nu, voordat we agenda punt 5 gaan, vragen om weer op zijn vertrouwde plek te gaan zitten. En dan ga ik naar het spreekgestoelte. De laatste vergadering van deze raad van de gemeente Aalten in de bestuursperiode 14-18. Vandaag nemen we afscheid van die periode en ook een klein beetje van elkaar. We sluiten die periode met elkaar af. Ik heb maar een klein deel van die periode uw voorzitter mogen zijn en heb de afgelopen periode ook dus niet van nabij meegemaakt. Zo nu en dan was het een roerige periode. Geregeld was er wel enig rumoer te horen vanuit het Aaltense gemeentehuis. Dat was in 2014 wel een andere raadzaal dan deze nieuwe mooie raadzaal. De oude is gesloopt en in de tussentijd vergaderde de raad op tal van locaties in de gemeente. Ruim een jaar geleden konden we een vernieuwd bestuurscentrum openen. Een mooi en modern geoutilleerd gebouw waar we met z'n allen trots op zijn. En het ook prettig is om in te werken. En waar je ook een mooie verkiezingsavond kunt organiseren. Nog tijdens de verkiezingscampagne trok de lijsttrekker van de PvdA zich terug. En werd zij dus ook niet geïnstalleerd als raadslid. U begon de bestuursperiode met 21 raadsleden, waarvan er meteen al 2 doorschoven naar het college. De afgelopen periode zijn er nog een tweetal raadsleden tussentijds teruggetreden en vervangen door anderen. In totaal zijn 25 Aaltenaren raadslid geweest. Daarnaast is er nog een flink aantal Aaltenaren actief geweest als formeel benoemde fractievertegenwoordigers. De raad benoemde een 4-tal wethouders, waarvan er 2 om verschillende redenen helaas niet de eindstreep haalden. Ze werden vervangen door 2 wethouders van buiten, waardoor het college in meerderheid bestond uit wethouders van buiten. Sinds de invoering van dualisme is dat mogelijk, maar over de wenselijkheid wordt wisselend gedacht. Zeker toen ook nog na het vertrek van mijn voorganger Berghoef er ook nog een waarnemer van buiten kwam, Arnold Gerritsen, was het misschien wel wat veel van het goede. Maar overmorgen begint een nieuwe bestuursperiode en dus nieuwe ronde, nieuwe kansen. We zullen zien aan wie de nieuwe raad een wethouder zetel toevertrouwt. Eerste, Rob Boerendonk, op alfabetische volgorde, dus u kunt zich voorbereiden. 1,5 jaar raadslid nu als opvolger van de heer Uland. Hij was afgelopen juni het eerste raadslid waar ik mee kennis maakte. Want tijdens het VEG-congres in Zeeland was ik zijn reisleider op de Oosterschelde. Heel voorzichtig, ik had al gesolliciteerd, hoorde ik hem uit over de relatie Dinxperlo-Aalten en de bestuurlijke troubles van dat moment. Maar ik kan u zeggen, hij hield zich op de vlakte. Ik werd niet heel veel wijzer. Jan Bulsink, oude rot in het vak. Zijn hart ging uit naar RO-onderwerpen. 20 jaar raadslid in Dinxperlo en ook nog 8 in Aalten. We verliezen veel kennis en ervaring. Nu wel meer tijd voor de modelvliegtuigjes en het racefiets. Willem Bruil, niet een raadslid waarvan er 13 in een dozijn gaan. Wilde Willem, zijn bijnaam uit de studententijd, speelde 4 jaar lang de rol van intellectuele buitenstaander, afgewisseld met die van de graafschapsbode lezende Hofnar. Zelfs afscheidsnemen doe je in stijl. Wij zullen je missen. Patrick Frenken, politiek dier, betrokken mens, actieve burger, regelneet. Kort wethouder en 8 jaar raadslid. Je stopt, want je kan niet alles tegelijk doen. Rudy Temaat kwam op een zeer
ongemakkelijke manier in de raad 2 jaar geleden, had de zware klus om als eenmansfractie het werk te moeten doen en moest ook nog eens opboksen tegen het landelijke partijgebeuren. Waardering dat je dat ondanks alles wel hebt volgehouden en je zo hebt ingezet. Gerrit Michelbrink was nog raadslid van de gemeente Aalten. En met de jaren van de heringedeelde gemeente erbij heb je er nu zo'n beetje 13 volledige jaren op zitten. RO en de buitenruimte, dat was wat je aandacht had. Nu dus wat meer tijd om juist in die buitenruimte te gaan zoeken en te gaan genieten van kraanvogels, patrijzen, groenlingen en ik weet nog niet al waar we het over gehad hebben onlangs. Hanny Noorman, de majoor Boshart binnen onze raad. Met een groot hart voor kwetsbare mensen, en dat met zo'n toch niet groot postuur, in en buiten de raad zette je voor hen in en kwam je voor hen op. Je zal daar ongetwijfeld mee doorgaan. Succes daarbij. Jos Wessels. Onafgebroken zat je vanaf de herindeling namens het CDA in de Raad van Bredevoort, waarvan de laatste 4 jaar als fractievoorzitter in een woelige periode. Ook nog actief als RTG-voorzitter. Voortaan geen raadsvragen meer. Kun je helemaal storten op het beschrijven van ons cultureel erfgoed. We kijken uit naar je eerste boek. Eerstvolgende, sorry. En als laatste, Rudy Wossink, 19 jaar Dinxperse raadslid voor het CDA en na de herindeling 8 jaar voor gemeentebelangen. Ook RTG-voorzitter, lid van de rekenkamerwerkgroep geweest. En nu moet je stoppen vanwege je broze gezondheid. Fijn dat je er vandaag bij kunt zijn. We blijven met elkaar contact hebben en meeleven. Sterkte de komende tijd samen ook met je vrouw, die ik hier ook ergens... Ja, daar. Kan uitstekend karnemelkse saus klaarmaken. Kan u aanraden. Zo komen we aan het eind van deze periode. Nogmaals, iedereen zeer bedankt voor de inzet, voor de betrokkenheid bij onze gemeenschap. Een aantal van u heeft aangegeven nog kort het woord te willen voeren en dat mag natuurlijk. Voor een laatste keer. Overeenkomstig het reglement van orde heeft u daar 3 minuten de tijd voor, maar ik zal u deze laatste keer daar niet aan houden. Eerst de heer Michelbrink. Nou, ik heb hierboven staan, aan alles komt een eind. Vanaf 2002 heb ik met onderbreking van 2 jaar in de Raad van Aalten mogen zitten. Mee mogen helpen om een mooie gemeente en haar burgers het beste te kunnen geven. Ik heb dat met veel plezier gedaan. Mooie momenten beleefd, maar ook minder leuke. En ik denk dan speciaal aan het overlijden van ons raadslid Jan Schenk in 2009. Waarna ik weer plaats mag nemen in de raad. Als raadslid vooral bezig met ruimtelijke ordening, woningbouw, milieu en verkeer. Vaak zaken van de lange adem. Ik herinner me mijn eerste bijdrage in de raad in 2002. Dat ging over de sloop van garage Ten Bruin in Bredevoort. Ik heb me daar toen veel tegen verzet, omdat er zo'n prachtige gevel in zit, wat volgens mij behouden moest blijven. Gelukkig staat de gevel er nu anno 2018 nog steeds en zijn er plannen om hem te behouden. Daaruit blijkt dat de politiek vaak niet gediend is met korte termijn oplossingen. Op dat punt maak ik me nu wel grote zorgen, vooral wat de woningbouw en leefbaarheid aangaat. Het gaat dus goed, dus we moeten nu volop gaan bouwen, is het credo. Ik ben het daar absoluut dus niet mee eens. En ik wil dan ook graag dat de nieuwe raad een advies meegeven. Kijk niet alleen naar waar je nu op dit moment op korte termijn kunt scoren bij je kiezers, maar richt ook je blik juist op die lange termijn. Voor de komende periode zijn dat vooral de duurzaamheid, de groene energie, goed milieu en een duurzame landbouw. Aandacht voor de flora en fauna van de Achterhoek, want die staat zwaar onder druk. Kijk bijvoorbeeld naar de plannen rondom de Slingerplas en Breedvoort. Dat moeten we veranderen. Ik heb al die jaren. Ja, er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. En ik dacht, na 9 jaar raadslid is het tijd van gaan. Ik wil dan ook alle burgers bedanken en alle mensen die op mij gestemd hebben en die mij het vertrouwen hebben gegeven om dit raadswerk te mogen doen. Hoe bijzonder kan zo'n dag ook als vandaag beginnen? Dat oud-burgemeester Berghoef bij mij vanmorgen om 10 uur op de koffie komt. 9 jaar terug was dit ondenkbaar. Zo mooi is de raad. Ik wil iedereen ook oproepen om in de raad te gaan. Want ik heb na mijn studie heel veel geleerd hier in de raad. Echt veel kennis opgedaan.
Veel geleerd over mensen, maar ook veel geleerd hoe de samenleving in elkaar zit en wat er allemaal moet gebeuren om een samenleving als deze goed te laten functioneren. En daar ben ik trots op dat ik daaraan deel heb mogen nemen. Dus daarom zou ik echt oproepen, ga naar de raad en meld je bij een politieke partij aan. Wie dan ook, elke partij is goed die in deze raad zit. Dat ik op een ander moment me toch kandidaat zou kunnen stellen voor de verkiezingen die afgelopen week geweest zijn. Helaas is dat niet het geval. Ik geniet nog elke dag van mijn leven. Alleen mijn gezondheid gaat er in die zin niet beter op. Dus het is in feite elke dag een beetje inleveren. Ik hoop een aantal dingen nu zometeen toch nog aan de orde te kunnen stellen. Als me dat niet lukt of dat ik op een gegeven moment het zicht kwijt ben, dan zijn jullie dat gegund. Dan waren het zonder meer mooie woorden geweest die jullie er niet gehoord hebben. Maar ik wil ze na die tijd nog wel toezenden. Ik ben in ieder geval voor mezelf begonnen. Beste mensen. En dan begin ik alleen in eerste instantie met Marcel en Ina. Om hun te bedanken voor de ondersteuning die zij de afgelopen periode gegeven hebben. Voor de goede samenwerking. Dat hoort gelijktijdig ook bij de college en de burgemeester en de wethouders. Ik heb altijd met heel veel plezier mogen samenwerken. Soms ben je misschien eigenwijs en denk je van, ik kan het zelf wel. Maar je hebt toch de hulp van de anderen nodig. En ik denk dat ik die zonder meer gehad heb. En zeker in de periode van 25 jaar. Ik ben vandaag eens begonnen van, waar ben ik 25, 26 jaar mee begonnen? KVP. CAU, wat in 1977 het CDA moest opgericht worden voor jeugd en CAU wat na die tijd volgde. En ik denk dat het ook na die tijd, na de gewenningsperiode, een gewenningsperiode geweest is, maar dat het achteraf gezien, denk ik toch wel dat gezegd mag worden dat dat een goede partij geworden is. En daardoor is er waarschijnlijk ook wel een partij ontstaan die gewoon met heel veel plezier en enthousiasme de burgers, maar ook de politici, kon bewerken. Want ik kan me niet anders herinneren of de zondagmorgen, en ik was toen nog vrij jong, maar werd zondagmorgen toch op tafel neergelegd en moest de politiek toch even besproken worden. Dus in die zin ben ik ook vrij jong begonnen en ik heb dat altijd met heel veel plezier gedaan. Zij het wel. Dat we nooit gedwongen waren in 2005 vanwege de herindeling naar Dinxperlo te gaan kijken en niet naar de gemeente Aalten. Maar uiteindelijk hebben we die slag ook verloren en we hebben gekeken en we hebben vooruit gekeken. En ik durf echt te zeggen dat we na die tijd, misschien wel moeizaam, maar toch een partij neergezet hebben die we zelf uitdragen en dat we vinden dat we werkzaam zijn in de gemeente Aalten. En ik hoop dat dat in die zin ook nog lang mag blijven. Dat die partij alleen de komende tijd alleen maar sterker mag worden. Dat heeft die vette partij denk ik ook wel verdiend. Daardoor zou ik dus heel veel ook kunnen vertellen wat er in die tijd allemaal gebeurde. Dus ik ga dat vanavond niet doen, vooral omdat ik het zelf niet kan zien. Ik heb wel wat aantekeningen gemaakt, maar daar komt het verhaal waarschijnlijk niet ten goede. En daarom denk ik dat ik, hoe pijn dat het me doet in de eerste klas moet ik gewoon zeggen, ik wist niet of ik het vanavond überhaupt kon. Valt me eerlijk gezegd nog meer dat ik hier nog gewoon rustig kan staan. En dat ik het om die reden denk ik toch ga afsluiten. En mogen het mij nog een keer te binnen zien, denk vanuit de geschiedenis, vanuit Dinxperlo, wil ik daar toch nog een keer zeggen wat er in 86 gebeurd is. Dan zal ik jullie dat melden. Het zal jullie allemaal echt duidelijk zijn dat het voor mij pijnlijk is dat ik moet stoppen. Ik was graag doorgegaan. Ik hoop het enthousiasme op voorlopig te houden dat ik regelmatig de RTG-CQ-raad mag bezoeken om
met jullie nog een kop koffie te drinken, maar gewoon even gezellig bijpraten. Ik heb het met zoveel enthousiasme en plezier gedaan en ik wou dat voorlopig nog maar proberen te houden. Dankjewel allemaal. Jullie allemaal bedankt. Daar zijn we even stil van. Dit was de laatste vergadering van 2014-2018. Iedereen, ook van mijn kant de griffier en zijn plaatsvervanger. Maar ook u allen nog, hartelijk dank. We gaan zo meteen na de sluiting ook nog even hier. Iedereen kan natuurlijk de afscheid nemen. Eigenlijk zijn ze dat allemaal natuurlijk. Maar donderdag is natuurlijk gewoon nieuwe ronde, nieuwe kansen. Maar met name degene die vertrekken, kunnen we dan de hand schudden en bedanken. En we komen elkaar tegen. Ik sluit de vergadering. Thank you.